In deze video wil ik gaan kijken naar twee records die eerder deze week werden gevestigd. Ten eerste was dat Apple, die als eerste bedrijf ter wereld een beurswaarde had van 3 biljoen dollar. En daarnaast had ook Tesla een record, en namelijk het meeste aantal auto's gemaakt en geleverd in één kwartaal. En dat was het laatste kwartaal van 2021. En ik wil in deze video dan ook even deze nieuwsberichten gaan bekijken, maar ook zeker de aandelen en de bedrijven zelf. Dus laten we beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een En voordat we gaan kijken naar deze bedrijven, wil ik je vragen um, om een reactie achter te laten onder deze video. En niet alleen onder deze video, maar eigenlijk onder iedere video. Omdat het altijd interessant is. Jullie vinden het interessant. Jij vindt het interessant om te horen hoe ik ergens tegenaan kijk of wat er gebeurt. Maar ik ben ook zeker geïnteresseerd in hoe jij ergens over denkt. Dus laat zeker ook een reactie achter onder de video. En onder deze video zal ik een van de reacties uitkiezen. En die zal dan één uh, schilderij of canvas naar keuze krijgen. Van de dingen die nu in beeld ook staan. Dus ook zeker een reden om te reageren. Maar gaan we dan kijken naar het nieuwsbericht rondom Apple. Zoals gezegd, Apple is het eerste bedrijf ter wereld dat een beurswaarde heeft van 3 biljoen dollar. Het is natuurlijk heel erg goed gegaan met het aandeel Apple, blijkt wel. Um, maar hoeveel geld is nu eigenlijk 3 biljoen? Het is heel lastig te begrijpen. 3 biljoen is 3000 miljard. Maar ook dat is nog heel, heel veel geld. Um, en gelukkig zien we in het nieuwsbericht dan wel een beetje een vergelijking staan. Volgens Bloomberg is Apple nu meer waard dan alle bedrijven op de Duitse beurs of zelfs de gehele Britse economie. En ik hoorde zelfs dat het, wij als Nederlanders meer dan twee jaar moeten werken. En al het geld dat we dan verdienen, dan hebben we genoeg om het bedrijf Apple dus te kopen. Dus dat geeft wel aan hoeveel geld dat eigenlijk waard is op dit moment. En ook ik heb op dit moment aandelen Apple. Dat zijn er 50 zoals we hier kunnen zien. Daar sta ongeveer ook 50% in de plus bij de huidige koers. Dus dat is eigenlijk al een positie die ik al langere tijd heb. En ook trouwens het aandeel Tesla dat we zo meteen gaan bespreken is ook een aandeel dat ik heb. Daar heb ik er zelfs 100 van op dit moment. 100.000 euro waard, sta ik meer dan 170% in de plus. Oftewel 150.000 euro op verdiend. Dat is meer dan het nu moment op dit moment waard is omdat ik paar maanden geleden al een gedeelte van mijn aandelen heb verkocht. Ik had er eerst 175, maar ik heb alvast een gedeelte winst genomen. En dit is dan trouwens mijn portfolio bij de Giro. Ik heb daar... Vorige week, twee weken geleden, nog een update over gemaakt over iedere positie, hoe ik erover denk. Ik zal hem hier even ergens in de hoek plaatsen. En mocht je trouwens een account willen openen, wil je ook beginnen met beleggen. Bijvoorbeeld bij de Giro. Een affiliate link vind je onder deze video. Dan maak je ook gebruik van de actie die ze op dit moment hebben. En je helpt op die manier ook het kanaal, dus dat wordt altijd gewaardeerd. Maar laten we dan even gaan kijken naar het aandeel Apple. En dat doe ik dan via beleggertools.nl, de website die ik heb gemaakt, juist om ook aandelen te bekijken, te onderzoeken. Uh, we gaan naar aandelen. En Apple, dat is hetgene wat ik net al even heb gekeken. Dan zien we dat op dit moment de beurswaarde... weer iets onder die 3 biljoen zit. Een 2,93 uh, biljoen. Nog steeds heel erg goed. Waarschijnlijk nog steeds het meest waardevolle bedrijf... op de beurs ter wereld. Maar laten we even snel gaan kijken naar de checklist. Want een koers van een aandeel zegt op zich moment niet heel veel. Um, het is vooral het aantal aandelen keer de koers... die zorgt voor de beurswaarde. En de beurswaarde zegt iets over een bedrijf... Um, is het nu dat ja, hoe komt het dat Apple zoveel waard is en waarom zijn mensen zoveel bereid voor Apple aandelen te betalen? Want dat is eigenlijk wel wat we meteen zien. De twee dingen die rood zijn gekleurd, dat is, heeft te maken met de waardering, de PE ratio of de price to free cash flow, oftewel hoe vaak zijn beleggers bereid om de winst of de free cash flow te betalen? Dat is op dit moment zoiets boven de 30, terwijl we eigenlijk 20 zouden willen zien of lager dan 20. Uh, wil trouwens niet zeggen dat alles wat rood is per se verkeerd is of alles wat groen is ook per se goed is. Maar het geeft je wel snel een overzicht van waar je eventueel snel nog wat onderzoek moet, naar moet gaan doen. Dus uh, dit zijn punten waarom is bijvoorbeeld, uh, waarom zijn beleggers bereid in één keer 32 keer de winst te betalen. Nou, dat kunnen we eigenlijk ook wel een beetje afleiden uit de middelste kolom. Want het gaat gewoon heel erg goed met Apple de laatste jaren. Niet alleen de beurskoers of de koers is gestegen. Het gaat gewoon heel erg goed met het bedrijf. De omzet is gegroeid met bijna 60%. De winst is bijna verdubbeld in de laatste 5 jaar. En ook de free cashflow is bijna verdubbeld, of in ieder geval 80% toegenomen. Dus dat is heel erg goed. Het is ook een bedrijf wat gewoon heel veel winst maakt, 26%, wat weinig schulden heeft. Uh, 0,8, dus alles onder de 1 is goed. Zouden ze willen, dan zouden ze de, de schulden kunnen afbetalen binnen twee jaar vanuit hun free cashflow. En ze kopen ook nog eens eigen aandelen op. Dus net zoals ik, als je al aandelen hebt, dan wordt het ook nog eens, ieder jaar worden er minder aandelen, um, staan eruit. Dus de winst die ze maken, verdelen ze over minder aandelen. Dat is zeker interessant als je al aandeelhouder bent. En nog een reden om aandeelhouder te zijn is het dividend. Ze keren ook dividend uit. Het is niet heel veel, het is maar 0,5%. Maar ze kunnen het wel makkelijk uitkeren, want het is ook maar 15% vanuit hun free cashflow. Maar dat is dus even snel een blik richting de checklist. En we zouden bijvoorbeeld ook de cijfers kunnen gaan kijken van hoe zit het precies per jaar. En dan zien we wel dat de omzet is gestegen van 156 miljard, zeg maar 10 jaar geleden, naar 365 miljard afgelopen jaar. De winst is ook toegenomen. De winst per aandeel is ook toegenomen. natuurlijk omdat de winst toeneemt, maar ook omdat er minder aandelen zijn. Dus uh, tien jaar geleden was het 1,60 dollar per aandeel winst. Nu is het bijna 5,60 dollar per aandeel. Dus, dus zoals je ziet, het is gewoon heel aantrekkelijk voor aandeelhouders ook. We kunnen ook grafieken gaan kijken. Dan zien we dat de koers flink is toegenomen. Uh, we zien hier nog wel een flinke dip rondom corona. Het ging van 80 dollar naar zo rond de 50 dollar. En nu is het dus zo rond de 180 dollar. Dus... Um, ja meer dan drie keer zoveel waard geworden in eigenlijk ja, twee jaar tijd nog niet eens de, heel veel informatie kunnen we trouwens ook hier zien ze zien bijvoorbeeld dat ook hier de omzet toeneemt en wat dan ook meteen opvalt is voorheen was het het eerste kwartaal dat het beste kwartaal was uh, dan had je zeg maar de feestdagen vielen daaronder dus Black Friday uh, Kerst is heel belangrijk voor Apple veel omzet en dat is uiteindelijk ook veel winst dat is het groene balkje maar wat dan ook opvalt de laatste vier kwartalen is het Eigenlijk overal stukken meer omzet dan de jaren daarvoor. En ook stukken meer winst. Dus niet alleen meer um, omzet. Mensen kopen meer Apple-producten. Uh, misschien komt dat omdat ze thuis zijn gaan werken. Een nieuwe laptop nodig hadden. Een extra iPad nodig hadden. Misschien komt het omdat ze het niet uit konden geven aan een vakantie. En juist daarom bijvoorbeeld een nieuwe iPhone hebben gekocht. Ik noem maar iets. Um, en dat zorgt ervoor dat er natuurlijk meer omzet komt. Maar niet alleen omzet is belangrijk, ook de marge is belangrijk. En ook daar zien we eigenlijk hetzelfde patroon. We waren eerst nog vooral seizoensgebonden. Nu zien we eigenlijk dat de laatste vier kwartalen gewoon ook wat betreft marges dus heel erg goed zijn. Dus niet alleen hebben ze meer omzet, op die omzet verdienen ze ook nog meer geld. En dus is eigenlijk gewoon het laatste jaar de winst ook gewoon heel erg goed uh, toegenomen. En laten we ten dan even gaan kijken naar Apple en dan een waardering voor het aandeel zoals ik hem nu zou maken. We hebben drie scenario's. Um, 5, 7 en 9 procent groei ga ik vanuit. Het is lager dan wat we de laatste jaren hebben gezien. De laatste jaar was zelfs 33 procent omzetgroei. De laatste 10 jaar was dat ongeveer 13 procent. Maar naarmate een bedrijf groter wordt, is het gewoon steeds lastiger om te groeien om meer omzet te halen. Misschien gaan ze wel wat meer software doen, zijn daar de marges beter. Maar uh, iemand heeft bijvoorbeeld nu al een iPhone, die zal niet zo snel of bijna nooit een tweede iPhone kopen. Tegelijkertijd zeg maar. Um, en het wordt ook gewoon moeilijker om mensen te vinden die een iPhone willen kopen of kunnen kopen. Dus om die reden denk ik dat het bedrijf zeg maar tussen de 5 of 9 procent groeit per jaar, afhankelijk van het scenario. Uh, de netto winst hou ik een beetje aan wat de laatste 10 jaar al is geweest, tussen de 22 en 24 procent. Dat geldt ook voor de free cashflow. We zagen al dat ze eigen aandelen opkochten. 3, 4 of 5 procent van de aandelen kopen ze op. Ga ik ook vanuit in de toekomst in dit geval. En dan een PE-ratio die nu dus wat hoger is, boven de 30. Uh, het gaat gewoon heel erg goed met het bedrijf. Maar naarmate het bedrijf minder potentie heeft om te groeien, en daar is waar we vanuit gaan in dit scenario, we gaan kijken over 7 jaar, dan wordt het gewoon lastiger voor Apple om ook dan nog te groeien. Um, ja, zoals gezegd, het wordt steeds maar groter... en je kunt niet maar altijd maar blijven groeien. De potentie gaat er dus een beetje van uit, uh, vanaf. En daarom is ook het PE-ratio lager... tussen de 15, 18, uiteindelijk ook 21. Met een gewenst rendement wat ik zou willen van 10% per jaar. Als we dan gaan analyseren en naar beneden scrollen... kom ik uit op een koers van... 113 tot 133, dus laten we even zeggen 120, 125 dollar gemiddeld. Misschien als we wat hoger gaan zitten in het hoge scenario richting de 140, 150 dollar. Maar dat is allemaal nog lager dan de koers op dit moment. Is voor mij geen reden om het aandeel nu te verkopen. Ik vind het juist interessant om het bedrijf ook te houden voor de lange termijn. Um, juist ook omdat ze misschien wel een beetje dividend uitkeren. Omdat ze hun eigen aandelen opkopen. Dat is aantrekkelijk voor mensen die al de aandelen hebben. Maar het is voor mij geen waardering of geen koers, laat ik het zo zeggen. Om nu aandelen bij te kopen. Omdat ik gewoon denk dat het um, ja, goed aan de prijs is in ieder geval. Laten we het zo zeggen. En kijken we dan even snel naar het uh, nieuws rondom Tesla. Want Tesla kwam met uh, kwartaalcijfers, of kwartaalcijfers, uh, cijfers van het vierde kwartaal van 2021. Wat betreft leveringen en productie. En dat was dan wel weer een recordkwartaal. Ze hadden bijna uh, 306.000 auto's gemaakt. En meer dan 308.000 auto's geleverd. Scrollen we iets naar beneden, dan zien we dat dat uitkomt. Het totaal voor uh, heel 2021 rond de 930.000 auto's. Dat is zo'n ja, bijna een verdubbeling. Volgens mij een toename van 87% vergeleken met een jaar eerder. En die groei kunnen we dan iets beter zien bij Hypercharge. Hier zien we namelijk de, de auto's die geleverd zijn per model en dan per kwartaal. En dan zie je wel dat het eigenlijk de laatste kwartalen flinke stappen zijn gemaakt. De fabriek in China is geloof ik in het eerste kwartaal van 2021. In, uh, in gang gekomen. Uh, wordt natuurlijk steeds meer geproduceerd. Heel belangrijk voor de Model Y. De Model 3 nog steeds heel belangrijk. En dan zie je dus dat ze uh, iets meer dan 300.000 auto's in een kwartaal maken. Een kwartaal dat zich ook nog steeds kenmerkt door leveringsproblemen, door chiptekorten. Dus mogelijk hadden ze zelfs wel meer auto's kunnen maken naar dit kwartaal. Maar laten we even uitgaan en een beetje naar beneden afgeronden. Van 300.000 auto's capaciteit met de huidige fabrieken die ze hebben. Dat komt dan neer op 1,2 miljoen auto's per. Jaar. Maar er komen de komende maanden, misschien zelfs al deze maand, de fabrieken in Berlijn en in Austin, Texas bij. Um, kijken we naar China. Volgens mij was het eerste jaar daar rond de 150.000 auto's qua productie. Ik denk wel dat Tesla nu meer ervaring heeft, dat ze de nieuwe fabrieken beter hebben gebouwd, dat daar de productie het eerste jaar al hoger kan liggen. Misschien wel richting de 200.000 auto's. Nou, doe je dat voor beide fabrieken, kom je dus zeg maar op 300.000 tot 400.000 auto's. Plus de capaciteit die ze nu al hadden. En dan heb je dus al snel over 1,5 tot 1,6 miljoen uh, auto's die ze kunnen maken in 2022. En dat is ook weer iets wat natuurlijk direct terugkomt in de, in de koers van het aandeel. Want het gaat gewoon nu al heel erg goed. Maar het ziet er ook gewoon heel erg positief uit voor de komende 12 maanden. En dat is ook iets dus wat we direct in de koers zien. Hier zien we de koers. Zes maanden geleden stond het iets onder de 600 dollar. Nu op 1150 dollar. We hebben een piek gehad in november. Uh, meer dan 1200 dollar. Na de rand ging Elon Musk wat aandelen verkopen, heeft natuurlijk wat verkoopdruk opge opgeleverd. Maar juist de laatste twee weken zien we het eigenlijk weer van 900 dollar stijgen, dus nu uh, naar nou nu 1150 dollar, omdat juist alles heel positief is. Het gaat goed met de leveringen nu. Er komen twee nieuwe fabrieken bij. De vraag is gewoon heel erg groot. Tesla is nog steeds niet beperkt in, het, in de vraag, maar juist in de capaciteit die ze hebben. Dus een heel erg luxe probleem voor een autofabrikant. Maar dat is dus ook direct iets wat we terugzien in de koers. Ik zal trouwens geen waardering maken. Dat doe ik omdat ik het. ...volgens mij een maand geleden nog heb gedaan... ...en ja, er zijn nu wel uh, productiecijfers bekend... ...maar er zijn nog geen financiële cijfers bekend... ...pas als die er weer zijn... ...kunnen we eventueel een nieuwe waardering maken... ...je kunt natuurlijk ook altijd ook zelf al een waardering maken... ...via de website beleggertools.nl dus... ...maar kijken we ook hier even naar de checklist... ...dan ziet hij er heel anders uit dan bij Apple... Uh, ...dat komt natuurlijk omdat Tesla... ...het maakt nu al wel, wel wit winst, winst... Relatief gezien is dat weinig winst. Ze zijn ook pas, pas begonnen. Voort, vooral heel veel geïnvesteerd is er de laatste jaren in het bedrijf. Dus de winst die ze gaan maken ligt vooral in de toekomst. En dat zie je eigenlijk overal terugkomen. Veel meer rode cijfers, veel meer waarschuwingen zijn het eigenlijk. Maar aan de andere kant, de omzet is dan wel weer met 350% gegroeid in de laatste vijf jaar. En ook de komende tijd ziet er wel positief uit naar mijn geval, of naar mijn inzicht. Maar het is voor mij, omdat mijn eigen waardering die ik had gemaakt dus een maand geleden ik ongeveer uitkwam tot 700 tot 800 dollar per aandeel... was het voor mij een reden om in ieder geval... eerst bij 1140 dollar en naderhand bij 1000 dollar... een gedeelte van mijn aandelen dus te verkopen. Maar dat is dan hoe ik aankijk tegen het uh, bedrijf Tesla... of tegen de koers van het aandeel van Tesla. Maar ik ben ook zeker benieuwd hoe jij hier tegenaan kijkt. Niet alleen trouwens tegen Tesla, maar ook tegen Apple... Hoe kijk je tegen de koersen, tegen de ontwikkelingen, tegen deze nieuwsberichten aan? Laat dat weten in de reacties onder deze video. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien? Ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen in de toekomst. Wil ik jou bedanken voor het kijken en hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.